Bonjour. Dat is hallo in het Frans. Ja. Oh, misschien moeten we zo'n Bassie en Adriaan liedje gaan zingen. Ja. Bonjour. Is goede dag. Morgen? Morgen? Bonjour. Nee. Goedemorgen, toch? Goedemorgen. Goeiedag. Ja, wat is dan goedemorgen? Dat is toch ook bonjour? Ik vind het vooral. Bonsoir is goedenavond. Goedenavond. Yo! Yep. Nou, welkom. Ja, leuk dat je weer bent bij hier bij JODM. We hebben een berg vragen voor jou om antwoord op te geven. Heb je die nou ook? Stuur die even naar redactie@pu.nl of via... Nee, we hebben een nieuwe e-mailadres. Ik moet er nog aan wennen. JODM@pu.nl ja. Of via de comments. Gewoon overal nergens waar we zitten. De eerste is van Robbie. Rubberen Robbie. Rubberen Robbie. Die zegt, hoi Martin en Tjeerd. Ik heb de Game Room video's van Tjeerd altijd erg leuk gevonden. Ik ook. Komen er nog nieuwe afleveringen? Nou, als jij een Game Room voor ons hebt, misschien komen we dan wel langs. Ja, als jij er... Nou ja, misschien ontsnapt Rubberen Robbie wel uit zijn realiteit door naar andere mensen hun Game Room te kijken. Dus dat is, dit is zijn manier om... De leukste Game Room video's vond ik zelf om te maken als we bij Community langs gingen. Sorry, maar volgens mij heb je letterlijk alles. Alles. Ik zie daar allemaal Super Nintendo games nog. Alles nog in hoesjes. Je hebt een complete bibliotheek. Kom maar op met je gamecollectie. Laat me zien. Oké. Power Unlimited. Oké, maar je hebt dus Gamecube spelen, maar geen Gamecube en ook geen Wii meer. Nou, misschien gaan we dat wel een keertje terugbrengen. Ja, het is in ieder geval iets wat wij ook leuk vinden om te doen. Ja. Axel die vraagt ook. In het verleden was het erg gebruikelijk om een game aan te bieden met de abo van de PU. Nu is dat al jaren niet meer het geval, maar gezien Simon graag dingen terugbrengt... hoop ik stiekem dat het weer eens gebeurt. Op dit moment ben ik daar namelijk op aan het wachten om een abonnement af te sluiten. Ik denk dat veel gamers ook wel bereid zijn om er een extra voor te betalen trouwens, zegt Axel. Nou, we hadden laatst een actie lopen met Backbones. Ja, dan kon je toen voor €60 een abonnementje PU krijgen. Dus je kocht een abonnementje PU, je kreeg daar eigenlijk een Backbone bij. En die waren... Dat is zo'n controle voor je telefoon. Ja, die dingen zijn heel fijn en die waren ook al bliksemsnel 150 of zo hadden we er. En die waren toen allemaal weg. Het ding is, als je dat met games gaat doen, je moet ze inkopen. Ja. Je koopt niet even 3 of 4 games in. Je moet echt een lading inkopen. En daar wil je niet mee blijven zitten. Nee. Dus dat is een beetje de uitdaging die we daarmee hebben. Vroeger hadden we bijna elk jaar met Call of Duty actie. Maar dat is inmiddels wel iets een beetje vervlogen tijden zijn dat. Nou ja, en dat is met reden natuurlijk. Nou, dat is met reden, want ook de uitgevers zijn allemaal vertrokken uit Nederland. Zoals Activision had eerst nog een kantoor in Amsterdam. En nu zitten zij in Frankrijk, volgens mij, of in Londen. Ja, en die hebben zoiets van, zoek het lekker uit met je Power Limited. Wij kopen een groot billboard op Times Square. Dat is wat we gaan doen. Ik denk dat het, als je erop wilt gaan wachten... Zou ik niet doen. Dat zou ik niet doen. Ik zou gewoon lekker nu een abonnementje nemen. Ja, man. En een jaarabonnement is altijd goedkoper dan een loskoop. Zeker. Schilt je een slok op een borrel. Ja. Deze is van Joris. Beste SpongeBob SquarePants gamers. In de laatste Nintendo Partner Showcase werd er weer een nieuwe SpongeBob SquarePants The Patrick Star Game aangekondigd. Waarin het dit keer draait om het onveilig maken van de bikinibroek. Dus hopelijk een soort GTA Lego City Undercover clone. Waarin we eindelijk normaal de wereld van SpongeBob kunnen verkennen. En niet steeds die avontuurlevels hoeven te doen. En SpongeBob games kosten altijd maar €40. En waarschijnlijk ook voor het eerst Nederlandse ondertiteling. Maar goed, hoe kijken jullie hiernaar? En zijn er meer games waarin je liever de open wereld van zou willen zien? Wow, heb ik deze game gemist? Heb jij SpongeBob SquarePants The Patrick Star Game gemist? Ja. Ik ga hem nu kijken. 15 minutes later. Nou, ik zal je de mini-review geven. Licht entertainend. Met frustrerende elementen, toch? Ja. Wat was dat? Ja, nou, ik heb die gameplay net gezien. Het zag er niet heel spectaculair uit. Maar dit is eindelijk eens een keer een game waarin we bikinibroek onveilig kunnen maken zonder dat we vastzitten aan bepaalde challenge levels, Martin. Nou, ik kijk er wel naar uit, denk ik. Ja, ik ook. Denk ik. Hessel Froon. Denken jullie dat Lego Horizon uitkomt op PS Plus of iets? Is het beter deze gewoon te pre-orderen bestellen? Ik zou hem niet gaan pre-orderen. Waarom zou je hem in godsnaam gaan pre-orderen? Nee, want stel je voor dat hij gewoon op de PlayStation Plus uitkomt. Ja, dan heb je hem al gepreorderd. Dat zit je eraan vast. Nou ja, hij gaat niet uitkomen op de PlayStation Plus. Je gaat gewoon los kunnen komen. Maar je hoeft niet die game te preorderen. Je gaat niet op zijn of zo. Nee, precies. Je kunt gewoon, als je hem wilt spelen en hij is uit... Koop je hem, download je hem, druk je op de koopknop.
Ja. Ja, dan moet je alleen wel even wachten tot die is gedownload. Maar... waarom zou we in godsnaam pre-orderen? JM038, kun je alsjeblieft vertellen hoe ik mijn stickdrift van MetaQuest 2 wegkrijg? Heb WD40 al geprobeerd en dat zou ook WD40. WD40? Ja, dat is olie. Western Digital? Nee, dat is gewoon olie. Olie? Ja. Heeft die olie op zijn stick WD40. WD40? Wat? Hè? Ja. Maar dat doe je toch niet op je controller? Nee, dat moet je niet op je controller. Ouwe gek! Het ziet er zo'n hetzelfde... spuitbus als ja, zo'n compressed air. Dit ziet er hetzelfde uit inderdaad. Dit is een bus WD40. Dat ziet eruit als een spuitbus met lucht. Maar het is compleet wat anders. Ja goed, wat je kunt doen inderdaad, gewoon met perslucht. Ja, dan blaas je hopelijk het stof tussen de contactjes weg en dan doet hij het hopelijk weer. Maar ja, wat je vaak hopelijk hebt... spuit je dan de olie niet op de contactjes. Maar wat je ook vaak hebt met stickdrift is dat de contactjes beschadigd zijn. Dan kan je blazen wat je wil, alleen dan blijft het gewoon, stuk. Ik heb thuis ook niet twee controllers met stickdrift. Randy heeft ook een vraag. Die zegt, werkt de Cronus Zen op PlayStation 5? Is dat het cheat-ding? Wordt die niet gebruikt voor cheaten? Een soort van ja, dat gebruiken ze ook voor cheaten. Oh, echt? Ja, want dan kun je er dus een USB-stickje in doen. En daar zit dan een aimbot op of wat dan ook. Scriptje. Oh, ja. Daarom zijn ze ook illegaal. Maar die hadden ze illegaal. Toch allemaal worden geband in games, toch? Ja. Die dingen. Ja. Dus, nee, ga gewoon dat niet doen. Ga gewoon lekker eerlijk je gamepje spelen. Niet vals spelen en word je ook niet geband. Willy, bekijken jullie ook de iWatch? Wel je raden jullie aan? Welke? iWatch? Apple Watch is dat. Oh. Jij hebt bekeken elke dag. Kijk hoe laat het is. Welke raad je aan? Ja, de nieuwste. Gewoon als je er een wil kopen, koop gewoon de nieuwste. De Series 10. Je hebt natuurlijk ook die Ultra, maar die pleur is duur. En die is maar eigenlijk... vaak zijn die ouder zijn wel voor een betere prijs beschikbaar. Dat is waar. Een 9 of 8 is ook goed. Maar kan je daar gewoon ook mee... kan je ook kijken hoe laat het is. Ja. Flitsronde. Flitsronde. Nee, ik heb er geen kracht voor. Nee, we hebben er geen kracht voor. We gaan het niet doen. We zijn geen aapjes die gewoon zeggen van hier, doe maar je ding. Ga maar klappen. En weet je wat handig is van zo'n Apple Watch NO? Ik heb nu 1,5 minuut. Sorry, ja, ik je moet kan door. Ook een set timer voor 1,5 minuut. Ja. Volgende maand trailer 2 van GTA 6, vraagteken. Nog een beetje te vroeg, denk ik. Ja, ik denk nog niet hoor. Wat is de intro song van Test Drive? Test Drive, weet ik niet. Als je voor pret bent. Ik weet niet hoe die intro song gaat. Hoeveel consoles hebben jullie? Geen idee. Vanaf de 360 alles. Wat vinden jullie van de Renault Megane? Ik vind hem vooral een rood mooi. Ja. Ja, dat is een prima autootje hoor. Ja. Gaan jullie de PS5 Pro kopen? Nee. Kan je een video maken over hoe de blockchain crypto in de game gaat werken? Ja. Dit gaat over off the grid. Ja, de nieuwe shooter sensatie. Nu in early access kan je spelen. Het is gaaf. Het zitten NFT's in, maar die is nog niet geïmplementeerd. Dus het is nog even afwachten wanneer ze dat gaan toevoegen. En als ze dat gaan toevoegen en mensen spelen het überhaupt nog, gaan we wel een video over maken. Ik krijg ook zo'n koude rilling als ik crypto games hoor over crypto en blockchain. Ja, maar met deze zou het wel kunnen werken. Het is een beetje dat idee, ze willen dat ze een marketplace maken. Dat zeggen ze bij letterlijk elke game die crypto en blockchain heeft. Van deze kan het wel werken. Nou ja, goed, als je nu een match hebt met Counter-Strike en wil die verhandelen, dan moet je een soort van zwarte markt via je account gaan verkopen en dat soort dingen. En als je dat nu via een blockchain kan doen... Hier in Nederland is bijvoorbeeld verboden om die lootboxes te openen. Met daarom, ik ben ook benieuwd of crypto games in Nederland wel mogen. Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat was hem alweer. We hebben weer energie. We zijn er doorheen geramd. Potje geleverd hebben we weer. Nou, niet normaal. Wil jullie namens het voltallige team van JODM bedanken voor het kijken. En heb je nou ook een vraag, blijf je insturen naar jodm@pu.nl. Of gewoon drop ze ergens in de comments waar we een kanaal op hebben. Dus dat kan zijn Instagram, kan zijn TikTok. Mag het naar X, mag hieronder in de comments. En dan wens ik jou een fijne week en tot de volgende. Ja. Zo zijn we dan ook alweer. Ja.